Polestar. Vandaag is mijn petekindje voor de eerste keer naar school gegaan en we gaan hem halen. We moeten ook nog naar Gent, dus we gaan heel veel beelden zien vandaag. Gisteren is mijn zus geweest, maar dat heb ik niet gefilmd, omdat ik even een momentje had van eventjes alles met haar alleen en samen met Lindsay, dus ik ga nog even plassen. Weg, ja, ik vind het natuurlijk wel heel spannend. Ik ben daar wel gewoon, omdat ik daar ook werk natuurlijk op school. Vrijwilligerswerk werk natuurlijk, maar ja, het is toch de eerste keer dat dat goed moet lopen. Want je weet natuurlijk, ja, als ik niet daar gewoon ben, dan neem je dat kindje gewoon mee naar huis. Maar het is nu de eerste keer dat je die gaat halen en dat moet goed lopen. En ja, dat is nu weer de schrik dat ik zo te laat ben of zo. Ja, ik heb er wel wat stress voor, dus ja. Het is natuurlijk ook een grote verantwoordelijkheid, hè. Dus, ja. Maar dat komt wel bij in orde. Sowieso komt dat in orde. Om hem te gaan halen, dus ik ben er helemaal klaar voor. Ja, ze kennen me daar ook. Ze weten ook wat mijn beperkingen zijn eigenlijk. Dat is ook al een voordeel ermee. Wat ik ook altijd op dezelfde school zat waar ik bekend ben. Omdat ik anders wilde altijd moet doen. Hoe het moet lopen, hoe dat ik het allemaal wil. En ja, ik heb vandaag dus mijn strak planning. Als je afvraagt waarom heeft die vuil aan zijn handen. Ja, ik was aan het kleuren voor mijn grote held. Dus daarom. Ja, ik heb het wel warm. Het is een goede t-shirt. Ik haal die zo een keer af. En straks nog naar Gent, dus ik ben er helemaal klaar voor eigenlijk. Ik ben ook nog sandwiches gaan halen om eten te geven. Dus we gaan nu even wat doorstappen en dan zie ik jullie straks rond aan dit punt. Omdat ik niet film wat aan de school eigenlijk, bewust het zo. Dat is waar hij zijn ei kan zijn en niet. Ik ben daar ook niet pols trouwens. Dat is afspraak met de school. Dus als hij er in de buurt zit, dan zie je ons terug. We zijn aan het halen van school. Het ging allemaal heel goed, zei de juffrouw. Dus dat is positief, hè. Dus, dat is een flinke jongen, hè. Het was wel raar om aan de schoolpoort te staan, want heel veel kinderen keken ook. Wat doet mijn meester daar? Maar dat is natuurlijk gek, natuurlijk, hè. Dus, en hier zit hem dan in de buggy. Dat is met de buggy. Met de boekentasje. John? We zijn nu achter op begeleiding, dus er is een mooie gitaar gespeeld. Dus we zijn nu te wachten. Binnen zegt hij, ja, ik ben eruit gedaan, want het was echt te warm. En nu gaan we wachten op de begeleiding. Toen eerst ook komt hij. En hij zit hier. We kan het wachten, hè. Ik ben mijn Enzo een beetje aan het leren, dus we kennen dat wel. Misschien heeft dat vroeger nog gehad. Hoofd, schouders, cliënten, cliënten. Puntje, puntje van je neus en dan de rest krijg ik niet buiten. En dat zijn we nu een beetje aan het doen. Om toch, ja. Zeg eens, waar is je hoofd? Waar is je hoofd, Enzo? Waar is je hoofdje? Zie je zo gelukkig. Hoofd. Waar is je neus? Twee toit. Zoals je kan zien. En wij nemen straks de trein. En zo nog eens laten drinken. Ik denk dat hij wil drinken. Maar we gaan het toch eens proberen. Goed drinken is belangrijk. Ja, het is een beetje wel maar eerst soms. Jongeman. Nee, hij wil niet drinken. Dus dan gaan we het ook een beetje om te drinken. Zo. En het is ook de begeleiding. Dus spannend eigenlijk, hè. We zitten nu in Gent. Ja, hij is een beetje aan het lastje doen, maar we zijn nu in het ziekenhuis. Maar ja, dat komt allemaal in orde. Hij is ook moe natuurlijk. Hij heeft een hele dag naar school, alleen een halve dag naar school gegaan. We zijn een beetje moe. Maar ja, we moeten er zijn voor de controle. Dus we kunnen er mee doen. En dat loopt allemaal goed. We hebben zo een ticketje gekregen. En nu wachten op wanneer de dokter komt. Dus het is wel spannend eigenlijk. Dan is onze naam afroepen. En dan is dat onze, dan worden we gecontroleerd. Dus ik ga zien of ik dat beeld kan krijgen. Hier in de zoekskamer. Maar het zal wel allemaal goed zijn, want ik heb er geen last van. Maar je weet maar mooi natuurlijk. Hè. Dus ja. Maar je hoort het stil ondertussen. Pompa op de achtergrond. Dus ja. We hebben films opgezet, want als ik muziek op heb, ja, dan word ik dan heb ik ook een probleem. Ja. Dus we hebben dingen en dat was wel goed eigenlijk te controleren. Dus alles ging prima, ze vroegen ook voor de rest.
Maar de rest is toch niet nodig. Dus ja, ik ben er ook niet mee bezig eigenlijk met al die anderen. Maar ik ben wel blij dat hij lastiger geworden is. Maar ja, ja, hij is echt braaf nu. Dus we gaan nu naar de tram. De trein. Alles was wel goed eigenlijk, dus het is wel goed. En hij zit hier ook bij. En zeg het is was leuk. Ja, ik vind niet dat het wel leuk is. Hè? Ja, was leuk. Je moet mooi blijven zitten nu. Dus het was wel goed. Nu gaan we richting huiswaard en begon je dit een leuke video, zie ik het omhoog niet te abonneren. En morgen zijn we weer.